Here is Johnny. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, Johnny. Hallo. Hoe gaat het met jou, Johnny? Ja, goed met jou, Vissy. Ja, gaat helemaal prima. Mooi, ja, mooi. Wat voor mensen van mijn kanaal. Ja, dit is Johnny. Of ja. Mr. John 73, die heeft zijn eigen kanaal. Yes! Yes, yes. En als het goed is, staat het ook op zijn kanaal. Dus vertel eens wat over jezelf, John. Wie ben je? Wie ben je in godsnaam? Ik ben John, ik ben 42 jaar, kom uit Rotterdam, ken jongeren dan. Yep. Yes, en ik ken jou en Paul en de rest nu een beetje zo'n half jaar, denk ik. Yes. En ik wou met mijn eigen kanaal beginnen en toch wat struggles om te zeggen van oké, jongens, ik knal even die eerste video van mijn eigen online. Dat maakt niet uit, want daarvoor heb je vrienden. En dat is mij. En ik mag zelf zeggen dat Paul en ik gewoon vrienden van jou zijn natuurlijk. Ja, oh zeker wel. Zeker wel. Voor de gameplay op de achtergrond, ja, John ziet het nu niet, want ik draai het nu achter op mijn VK's, lekker makkelijk. Je ziet aan de ene kant mijn gameplay, en ik weet niet of het boven beneden is, maar ik zal erin zetten van Chris en John, zeg maar, dat het weet van wie de gameplay is. Allebei gameplay van Gun Game, Party Gun Game, die nog online moet komen, dus de gameplay komt nog een keertje online, sorry, maar dan live. Maar je ziet in ieder geval, gameplay van John en gameplay van mij. Ik win trouwens, John wint net niet. Zouden het even heel kort hebben, want het is een hele korte duo-commentaire. Gewoon eigenlijk een beetje voor Sean's kanaal, een beetje promoten en zo. Dus je moet gewoon lekker even Sean lekker naar zijn kanaal gaan en gewoon even abonneren. En dan gewoon even steunen, ja toch? Ja, en, ja. En dan gaat het helemaal goed komen met onze Sean. Ja. En Sean gaat hele leuke video's maken, dat weet ik zeker. Maar in ieder geval, wat hij verkeerd doet, we gaan even kijken eigenlijk wat hij verkeerd doet. Dat is altijd leuk. Sean, had je een beetje zelf je eigen gameplay teruggekeken? Ik heb zelf terug zitten kijken. Wat denk jij wat je verkeerd doet? Ja... Ik let A niet goed op de radar. Ja. En B, volgens mij ben ik best wel een noob met bepaalde dingen. Nou, dat is niet een noob, maar het is meer inzicht met bepaalde dingen. Ja, inzicht, oké. En dat heb ik ook niet altijd helemaal prima hoor, dat moet ik eerst zeggen. Hè, sommige mensen zeggen van Chris is slecht en zo. Nou, ik weet zeker dat voor mijn leeftijd zeker weten gewoon een hele goede Call of Duty speler ben. Oh, zeker wel. Maar het is meer inzicht hebben waar, bijvoorbeeld met Gun Game, waar spawnen mensen? Wat zijn hun looproutes? Wat zijn de standaard looproutes? En dat is eigenlijk het enige wat jij verkeerd doet. Ja, en volgens mij staat je sensitivity iets te laag hoor, naar mijn indruk. Maar eigenlijk is het meteen een goede vraag voor de kijkers. Kijk even soms gameplay. Spoel nog een keer af, hè. Het is een korte commentary dit. Hè. En kijk even goed naar de gameplay. Wat doet Sean verkeerd? En laat het ook even achter bij de comments, want dat is altijd leuk om te zien. Ja, toch? Ik wil net zeggen. Of is het gewoon fucking hostvoordeel omdat het de fish is? Want ik was host natuurlijk, hè. Je weet hoe dat gaat. Dus dan, hoe zit het in elkaar? Als ik host word, dan klapt de party uit elkaar. Dat zag je van de week. Ja, dat zag je van de week. Ja, dat hebben we natuurlijk niet gezien. Maar, nee, maar... Maar dat gaat helemaal goed komen. Dus wat ik even zou doen, is gewoon heel snel op het abonneerknopje drukken beneden. Snel naar John gaan en dan gaat het helemaal goed komen. En dan gaat hij zeker weten ook vette gameplays uploaden met mo-ups en zo. Ja toch, John? Ja, ik wil iedereen sowieso nu alvast bedanken voor degenen die kijken, wat dan ook. Liken, niet liken, weet ik het, wat allemaal. Yes. Comments, alles. Oké, nou, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer en bye bye.